Amsterdam staat. Oh, wat mooi zeg, een oude school. Ja, dames en heren, dit is aflevering 10 alweer van Bijzondere Mensen. En een bijzonder mens is het. Ik ga haar, het is een vrouw, aan u voorstellen. En ik heb heel veel respect voor haar. En ik denk als u dat allemaal ziet ook. Wat leuk dat je er bent bij de kledingbank. En wat heb je druk, hè? Ja, het is onwijs druk. Weet je, er is al meer armoede in Nederland. Dus ook in Noord-Holland-Noord, want we zijn voor heel Noord-Holland-Noord. En ja, dat merk je gewoon, hè. Met de energietoeslag hebben we het gemerkt. Maar ook de Oekraïnse mensen hebben we hier allemaal gehad. Ja, en er komen er gewoon al meer bij, helaas. Als je minima bent, mag je je kleding halen, mag je 10 items per persoon, per maand. En dat kost 2 euro per persoon. En is het alleen maar kleding, vroeg ik mij af. Want ik zag ook allemaal speeltjes, toch? Ja, we hebben speelgoed, maar ook dekbedden, dekbedovertrekken, handdoeken, washandjes, schoenen. Alles wat nog goed is, wat schoon is, wat heel is en wat netjes is, is van harte welkom. Geen huisraad, geen bedden, geen banken, helemaal niks. Daar zijn we niet voor. Puur voor de kledingbank, echt. Maar tassen en sieraden, altijd goed. Oh ja, en servies, ja, ik vraag het me wel. Servies goed? Nee, dat kunnen we bijna niet kwijt. Dus Dat doen we niet. We hebben heel sporadisch krijgen wat binnen. Dat zetten we dan wel neer. Maar er gaat ook heel veel naar Stichting Kook. Die is vanmorgen ook weer geweest. Liever niet, want ja, dan hebben we er allemaal extra werk aan. Ja, en Kook is namelijk ook zoiets dergelijks, hè? Die hebben weer spulletjes op een andere manier, hè? Die, ja, kun je er over iets over zeggen? Want ik bedoel, het is toch belangrijk om het te weten allemaal als je iets over hebt of kwijt wil. Nou, Stichting Kook is in Alkmaar en die is ook voor het goede doel bezig. Dus die gaan vaak het geld naar de waterputten voor Kenia en alles. We werken ook samen met Stichting Promotie uit Lange Dijk. Die hebben de kleding die wij niet gebruiken, die halen hun op 1 keer per week. En dat gaat naar de bergdorp in Oekraïne. Dat is ook belangeloos, stellen hun dat beschikbaar. En vertel eens, want hoe ben je daar zo toe gekomen? Want het is natuurlijk ergens begonnen, neem ik aan, of niet? Het is zeker ergens begonnen. Het is begonnen met iemand die een vraag stelde op Facebook voor grote broeken. En mijn dochter had toen nog een winkel en die ging stoppen. En daar heb ik gewoon grote maten gekocht voor die mevrouw opgestuurd. Nou, die mevrouw stuurde een filmpje echt huilend. En toen zei mijn dochter, ja mam, hier gaan we verder mee. En eigenlijk is het zo geboren. We hebben een weggeefdag gehad in haar winkeltje nog. Daar hebben we 250 mensen op afgekomen. Gratis kleding, ja. Toen is het zaadje eigenlijk geplant. Gelijk met Klaas Valkering even om de tafel gezeten. Die hebben ons echt heel goed geholpen. Eerst met een bolle schuur in Egmond binnen. En daarna mochten we hierheen. En hier mogen we blijven tot 1 januari 2025. Geweldig zeg. Maar het is dus al een tijdje bij. Hoe lang is het nu al aan de gang dat je dit doet? Het is het derde jaar nu. Ik ben even binnen geweest. Ik zie grote tassen naar binnen gaan. En ook tassen vol weer naar buiten. En dan die kleine kindjes. Oh, ik smelt helemaal. Ja, nou, die kinderen, dat vinden wij ook heel belangrijk. Die mogen ook lekker speelgoed meenemen. Het is gewoon echt nodig. En de mensen mogen niet zomaar komen. Ze moeten dus echt wel hun spullen overleggen. Net als bij de voedselbank. En aan de hand daarvan worden ze toegewezen of afgewezen. Ja, dat is toch wel een dingetje, want het is toch belangrijk dat je ook echt het nodig hebt. Dat je niet zomaar kleren komt halen terwijl je al een kast vol hebt. Hè? En terecht natuurlijk, ja. Ik ben zo verrast. Zoveel mensen en zoveel goeds jullie ook doen, hè. Het is geweldig. Ja, nou, wij hebben 68 vrijwilligers die mij helpen. En ja, dat is gewoon formidabel. Weet je, we zijn 3 dagen in de week open. Op woensdagmiddag, vrijdag en zaterdagochtend van 10 tot 1. Ja, we doen het met z'n allen. Ik heb 68 vrijwilligers. En ja, zonder de vrijwilligers is er geen kledingbank. Je hebt wel een hart van goud, hè? Ja, er is heel veel armoede in de wereld. Ik kan het niet in mijn eentje oplossen. Maar een druppel op de gloeiende plaat kunnen wij wel doen. Weet je, de mensen hier in Noord-Holland-Noord, die kunnen wij dit wel geven. En die zijn ook heel blij. Je bent echt een zeer sociaal wezen, hè? Met geweldig hart op de goede plek. En ben je altijd zo geweest, trouwens? Ja, ik ben eigenlijk wel altijd zo geweest. Ja? Ja. Vertel eens, heb je er wel eens meer goeds of leuks gedaan voor anderen? Ja, genoeg. Kijk, we doen ook de kerstpakkettenactie.
Dus dan kan iemand een kerstpakket schenken aan een gezin hier van de minima. En dat is altijd zo leuk. Weet je, je krijgt de mooiste kerstpakketten voor de mensen. En die geven wij dan weg. Dat is toch ook een mooi idee? Ja, dit zijn allemaal ideeën. Ja, ik moet het toch even weten hoor, allemaal. Want dan kunnen we tenminste met z'n allen wat gaan doen. He? Dan krijg je het wel drukker. Maar uiteindelijk is het ook voor het goede doel natuurlijk. Het is zo mooi allemaal. Ja, nou, dat gaat ongeveer eind september gaan we daar weer mee beginnen. Ik ben er echt wel 3 maanden mee bezig. Maar als dan de deur weer op slot gaat, de dag voor kerst, dan denk ik, ja, we hebben het weer gered. Die meneer maakt wel een lawaai, hè? Maar hij wil ook natuurlijk door. Want je gaat zo sluiten, neem ik aan. Hè? Ja, 4 uur sluiten we op woensdagmiddag. En ik vind het zelf heel belangrijk. 4 uur is 4 uur. Het kan meestal 4:10 worden, maar dan is het klaar. Kijk, het is gewoon allemaal vrijwilligerswerk. En ja, op een gegeven moment moet je ook gewoon stoppen. Want anders kan ik hier wel 24 uur per dag zitten. En dat gaat er niet worden. 3 dagen, 3 ochtenden. Of althans 2 ochtenden en een middag vind ik meer dan genoeg. Ja, nou geweldig hoor. Tamara, geweldig. Ik hoop dat je nog meer mensen krijgt met heel veel mooie spullen voor de anderen weer. En zo is het een wisselwerking toch? Dat is toch prachtig? Ja. Ze kunnen altijd kleding brengen tijdens onze openingstijden. De karren staan buiten, regent het, kan het gewoon naar binnen. Ze kunnen het neerzetten en wij regelen het verder. Ja. En hoeveel kost het nou als ik ik niet, maar als men hier iets wil hebben, een kledingstuk, hoe gaat dat? Nou, als je minima bent, dan mag je alleen naar binnen. Althans, mag je naar binnen om kleding te kopen. Krijgen ze 10 items, dus 10 kledingstukken of schoenen, zeg maar. En dan betaalt ze €2 per persoon voor. Dus ze mogen 1 keer in de maand komen. Nou, dat is toch geweldig. Prachtig. Ja. En als je 6 kinderen hebt, mag dat ook? Ja, zeker. Maar het moet wel allemaal overlegd worden. Dus je moet wel kunnen aantonen dat ze bij jou horen. Het is niet zo van, ja, maar mijn neefje dit. Nee, het is echt voor het gezin zelf. Ja, nou, dat is wel goed om te zeggen, hoor. Dat vind ik ook. Het is heel belangrijk om er ook goed mee om te gaan, hè, toch? Ik zag van de week dat ze een nieuwe, zo'n grote opslag gingen plaatsen bij mij op de Zeeweg. En toen dacht ik, ja, voor kleding, die kan het beter naar jou toe brengen, toch? Ja, want kleding in de bakken die zeg maar aan de weg staan, die wordt geschredderd, noemen ze dat. Dat wordt per kiloprijs verkocht en er worden bankstellen van gemaakt, opvulling. Dus ja, breng het liever naar de kledingbank, want wij hebben gewoon echt mensen die het nodig hebben. Ja, precies. En wat heb je trouwens daarvoor gedaan? Ben jij een derper of derpster? Hoe zeg je dat? Ik ben een echte derpster. Ja, zeker weten. Zeker weten. Yes. Ik heb hiervoor in de catering heb ik gezeten, maar ik ben voor een groot gedeelte afgekeurd. En ik ben niet van om met mijn hand op te houden. Dus ik ben dit begonnen en dit gaat goed. Ik kan staan wanneer ik wil, ik kan zitten wanneer ik wil, ik kan achter de computer wanneer ik wil. En als het te veel wordt, dan ga ik gewoon lekker naar huis. Ja. Zo is dat. Dat doe je heel verstandig. Je moet ook aan jezelf denken. Hè? Ja, en dit is een school, een oude school. En ik heb gezien, er zijn best wel veel ruimtes. Maar volgens mij kan je nog wel meer ruimtes gebruiken. Nou, het kan altijd groter, maar dat wil ik niet. Dit is net mooi zo. En kijk, als we straks wel op zoek moeten naar een andere ruimte, hè, dan wil ik wel gewoon ongeveer dezelfde aantal vierkante meters. Maar groter worden wil ik niet, want dan is het overzicht ook weg. En dan heb je ook heel veel vrijwilligers meer nodig en dat is allemaal niet nodig. We kunnen het zo prima behappen. Ja, en nu, dames en heren, ik heb eens een keer gehoord dat ze ook bonbons maakten. Maar hoe dat zat, dat wil ik nou wel eens weten. Want dat was toch lekker, ja? Nou, ik ga je uit de droom helpen. Die maak ik niet zelf. Oh. Ik heb vroeger een winkel gehad in Egmond, de Suikerpot. Daar verkocht ik deze bonbons. En dat verkoop ik tegen de kersttijd weer hier. En de opbrengst daarvan is voor de kledingbank. Ja. Dus dan kopen we bijvoorbeeld ondergoed en sokken en zo allemaal voor de mensen. Meestal voor de kinderen. Dat vinden wij eigenlijk het belangrijkste. Ja, nou heb ik heel veel mensen hier gezien. Heel veel mensen binnen. En het is zo ontroerend, want het zijn vaders, moeders, allerlei nationaliteiten ook, dat vind ik ook zo mooi. En blank en geel en rood, en maakt allemaal niet uit, hè. Het gaat niet om cultuur, het gaat om de liefde en de warmte die je hier krijgt. En het is zo mooi, dat vind ik echt heel ontroerend. We zijn gewoon een multiculturele samenleving en die mensen hebben het ook gewoon nodig. Ja, precies. En dat is gewoon heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. En wat doe je daarnaast? Dan heb je nog wel tijd om iets daarnaast te doen?
Nee, daarnaast doe ik niks. Ik heb een studie, schuldhulpverlening. Maar ik kom daar gewoon niet aan toe. Wij zijn zo snel gegroeid dat wij gewoon achterlopen met werk. Ja. En kun je ook nog even zeggen hoe die school heet en het adres? Want het is wel belangrijk voor de mensen dat ze weten waar ze jou kunnen vinden, hè? Ja, het is de Kledingbank Noord-Holland Noord, Giotte van IJsselsteinlaan nummer 34 in Egmond aan den Hoef. Ik ga zo nog even naar binnen, hoor, naar al die lieve mensen en kinderen, want het is prachtig. En ik kom zeker terug met spullen. En ik weet ook dat je mag doneren als het... Ja? Kun je er iets over zeggen? Je kan altijd doneren op onze bankrekening, even via de website www.kledingbanknoordhollandnoord.nl. En kleding doneren kan altijd. Dat kan je gewoon tijdens de openingstijden doen. Ja, maar ook als je geen kleding hebt, wat geld. Mag altijd, ja. We hebben hier ook donatieboxen staan. Er zijn ook mensen die voor hun verjaardag het cadeau vragen voor bijvoorbeeld de kledingbank. Daar hebben speciale donatieboxen voor. Kunnen ze meenemen, kunnen ze neerzetten. Dus ja, dat kan allemaal. Ja. Nou, geweldig. De kinderen hier hebben het ontzettend naar de zin. Ik hoor ze al van verre. Het is gewoon heerlijk. Super bedankt. Oké, jou ook bedankt hoor. En heel veel succes, hè. Dat zeker lukken. Ja, dat het maar heel erg leuk en mooi mag blijven. Voor al die kinderen, al die mensen die nu binnenkomen. Die kleine poepjes. Ik vind het zo heerlijk, hè. Een heel goede instelling. Echt een heel goede stichting. Of misschien een vereniging, maar het is een heel goede. Iedereen met alles wat nodig. We geven ook een voedselbank voor de mensen die hebben het nodig. En ik vind het een heel goede. Ja, ja. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, ja heel mooi. Ja. En jij bent ook mooi. Ja, zeker. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, meneer. Dag. Dag. De kinderen zijn blij, de ouders zijn blij. En wij zijn blij. Iedereen, en jij bent ook blij. Nou, ja, zeker weten. Ja, precies. Ja, geweldig. Dankjewel, Tamara. Jullie bedankt voor het interview.